Goedemiddag, ik ben Arwen en we zijn nu in het bevallingscentrum Nevelen, 't Kouterhof, op de open deurdag. Dat is altijd belangrijk. Ja, en zijn alle weken blauw, hè? Ik Goedemiddag Steven. Wat is eigenlijk een bevallingscentrum? Het is een centrum waar de mensen komen met hun paard die de tijd of de kennis niet hebben voor hun paard laten bevallen. Dus ze brengen hun paard binnen naar hier. Ik waak de paarden. Ik blijf bij de paarden ook slapen zodat ik ze elk 24 of 24 in de gaten heb. Dat ik ze constant onder controle heb. Als de bevalling begint, help ik eigenlijk de mama en het veulentje geboren te worden. En als dat allemaal geboren is, tot de nazorg, het veulentje genoeg gedronken heeft, kijken als de mama goed is, dat de nageboorte oké is, dat het veulentje heel goed drinkt, want dat is zeer, zeer belangrijk. En zo doen wij dat. En dan gaan we ook die veulentjes, de mama en het veulentje, de volgende dag naar buiten zetten. En zodanig dat de mensen tot naar huis kunnen gaan met een moeder en een veulentje, dat ze naar huis kunnen zonder zorgen dat ze eigenlijk met twee paarden naar huis, dat ze alles al een beetje kennen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Hoe lang blijven ze er? Normaal gezien mogen we rekenen dat ze een week op voorhand, voor de uitgerekende datum, een week op voorhand brengen ze. En als ze dan de normale bevalling en alles is heel goed verlopen, na 2 à 3 dagen gaan ze terug naar huis, naar hun eigenaar. Hoeveel paarden zijn er en wat voor paarden? Goh, momenteel zijn er nu een goede 50 paarden hier aanwezig op bevallingscentrum 't Kouterhof. Dat zijn ook merries met veulentjes die gaan de zomer hier blijven van buitenlandse klanten. Ook paarden die nog moeten bevallen. Er zijn er ook een paar paarden die op revalidatie staan. En welke rassen dan van paarden hebben? Eigenlijk alle soorten rassen. We hebben nu een speciaal raspony eigenlijk, een krulhoorspony. Dat is uniek hier. En dat ponytje is hier geboren. We hebben ook Belgische trekpaarden, Friese paarden zijn er hier, sportpaarden. Dat is meestal, de springpaarden is meestal hier eigenlijk komt. Maar eigenlijk van alle rassen van paarden komen naar hier. En hoeveel bevallingen zijn er per jaar? Goh, dit jaar zitten we nu aan een 104 bevallingen. En daar staan er nu nog een stuk of 20 die nog dit jaar moeten bevallen. En vorig jaar kan ik niet meer zeggen, maar dat zal ook een 120 zijn, 110, 115, 120 bevallingen dat ik vorig jaar gedaan heb. Wat is het belangrijkste aan een bevalling? De eerste plaats is eigenlijk op de juiste moment er aanwezig bij zijn. Dat is soms zeer moeilijk bij de paarden. Dus sommigen tonen het een dag op voorhand en sommigen tonen het helemaal niet. Dat we eigenlijk de dag dat 24 of 24 jaar aanwezig zijn. En wat is ons het volgende moeilijkste? Dat is dan de veulentje de genoeg zorg toedienen en de merrie. Dus het veulentje moet zo vlug mogelijk, zoveel mogelijk antistoffen hebben. Dat de biestenmelk dat we zijn, eigenlijk de eerste melk van de uier. Dat is zeer, zeer, zeer belangrijk. En dan worden soms veel fouten gemaakt bij particulieren of dat de eerste biesmelk zeer vlug bij het veulentje moet opgenomen worden. En ook ja, dat de mari gezond is, dat de temperatuur opmeten, want meten is weten. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste en de zeer belangrijkste dingen dat we moeten doen. We zijn nu in de stallen. Ik help je regelmatig met de paarden binnensteken, eten geven en soms helpen met de bevallingen. Er is hier altijd wel iets te doen en hier slaapt mijn papa altijd, want hij zei dat hij 24/24, als er iets is, dat hij er direct bij kan zijn. Kijk, daar slaapt mijn papa. Misschien kan je het niet goed zien, maar daar slaapt hij. Daar is zijn bedje en soms slaap ik daar ook. Sommige periodes zijn echt heel zwaar van mijn papa. Het kan ook heel koud zijn en te warm zijn. Die tent daar is van mij, want ik slaap daar ook soms. Daar, anders kan ik niet slapen, want als ik dat dan hoor, als ik paardengeluid hoor, ja, dan kan ik echt niet slapen en dan ben ik doodsmoe. En bij de bevallingen help ik ook. Daar ga ik dingen aangeven aan mijn papa en help ik trekken om het veulentje eruit te halen. Goedendag Icien, hoe is het hier eigenlijk begonnen? Nou, wel, het is eigenlijk begonnen een hobby van mij die uit de hand gelopen is. Ik was een trekpaardenkweker en melkkoeien en ook varkens, maar vrienden die mij een keer vragen, wilde hij een keer ons paard waken. En ik heb dat gedaan. Dat was een keer een jaar van 2 en van 3, maar niet meer. Dan, dat verergerde een beetje. Dat was dus een keer een jaar 10, 15 tot na een paar jaar meer dan 70. En dat word ik. Ik ben de onkel, de broer van Steven zijn mama. En zo is dat gekomen dat Steven wilde overnemen van mij. En zo is dat gekomen. Een hobby van mij die uit de hand gelopen is. Totdat Steven de initiatieven op de ding voor dat hier over te nemen. Zo is dat eigenlijk hier een beetje tot stand gekomen. Wat is waken eigenlijk? Waken is eigenlijk bekijken wanneer dat een paard, als ze uitgeteld is, 11 maanden, een beetje min of een beetje meer, en dan bekijken aan de uier hoe dat paard evolueert. En in de oude tijd sliep men bij ons paard. Dus die paarden zijn nog altijd dezelfde gebleven. Dat is een delicaat iets. Dat is constant erbij zijn totdat de bevalling gebeurt. En na de bevalling het verzorgen van het veulentje. Het veulentje laten rechtstaan, leren drinken en ook de nageboorte van de moeder opvolgen. Dat is eigenlijk in grosso modo heel de situatie van een paard te bewaken, die nogal wat werk meebrengt. Kunnen de mensen dat zelf niet? Wel, de mensen kunnen dat misschien zelf. Maar vroeger waren dat allemaal landbouwers die afwisten van dieren. Dat schold al en ook dat die mensen altijd thuis zijn. Wat is er nu tegenwoordig dat er meer mensen zijn die eigenlijk van dieren, zeker op dat gebied, er niet veel van af weten. En ook dat de mensen allemaal gaan werken. Ze zijn niet thuis. Dus als ze niet thuis is, dag en nacht. Als je het 's nachts bijwaakt, maar bij ons dag moet er ook gewaakt worden. Dus de mensen kunnen niet thuis blijven, moeten voor hun werk. En dat is het geval, dat zoveel meer dan de mensen de paarden brengen in een bevallingscentrum voor te bewaken. Dat is eigenlijk grosso modo het geval. Wat is eigenlijk het moeilijkste bij het bewaken? Het moeilijkste van een bewaking is dat het zeer moeilijk is op te volgen. Het paarden die goed de uier opkomt en dat er een beetje melk begint aan te komen. En dat is eigenlijk, ja, kun je zeggen, Tom weet het wel. Maar dat gebeurt er van veel paarden dat je dat niet ziet. En ook dat dat zeer kort begint. Dat is niet like een koe. Een koe kan een uur of 2 uur bezig zijn. Een paard begint en dat moet vooruit gaan. En dat is eigenlijk het moeilijkste geval voor die paarden. Dat zo rap moet zijn en dat je zo rap moet bij zijn. Dat is het eigenlijk. Wat is het eigenlijk het verschil tussen een pony, een gewone paard of een boerenpaard? Qua van bevalling mogen we zeggen, een sportpaard zijn ze over het algemeen nogal gemakkelijk. Het veulentje is kwik, is heel fel, dat drinkt redelijk gemakkelijk. De nageboorte komt er ook ietsjes vlugger uit van een sportpaard. Van een trekpaard bijvoorbeeld, of een Fries, dat is ook zo dezelfde. Er is een beetje meer werk aan. Het veulentje, zeker met de trekpaarden, is een beetje zwaarder, een beetje luier misschien zeggen. Er is een beetje meer werk aan en moeten meer melk geven, meer naartoe gaan, meer nazorg gaan. Met die sportpaarden, als je ze een flesje biestenmelk geeft, normaal gaan ze zelf zuigen. Ze vinden de nuier veel gemakkelijker. Bij een trekpaard moeten we soms wel een beetje meer begeleiden om de uier te vinden, zodat ze weten waar dat hij moet drinken. Dat is eigenlijk zo'n beetje. En ook van een trekpaard, de nageboorte, komt ietsjes moeilijker uit, en met een Fries ook, dan een sportpaard. Normaal een sportpaard moeten we nooit met de dier naar schelpen de nageboorte afhalen. Met een Fries en met een trekpaard is dat wel veel het geval. Zijn ze altijd zwanger als ze komen? Nee, het zijn ook mensen die zeggen van ja, wij willen voor volgend jaar eigenlijk een veulentje hebben, maar wij kennen dat eigenlijk niet, de opvolging, hoe dat dan moet gebeuren. Dus die mensen kunnen hun merrie naar hier brengen en wij controleren ze met de dierenarts wanneer dat het moment is van de bevruchting. En dan hebben we eigenlijk bellen we naar de hengstnouder, is nu van dat hengst of van die hengst of van dat ras, bellen we naar de hengstnouder om te zeggen van kijk, nu is het moment, nu hebben we sperma nodig voor de merrie te bevruchten. Het is ook niet alleen hier een bevallingscentrum. Er zijn hier ook nog andere kleine diertjes. Namelijk kittentjes, ja, paarden. Er waren vroeger koeien en een os. En hier is er nog een hond, namelijk Omer. En de os noemt namelijk Medaag. Dit is Juliatje. Juliatje is mijn paard. Ik ben heel blij met haar. Ze is super lief en ze is soms ook wel een sloeber. Ze kan ook heel boos zijn en Juliatje is 10 jaar geworden. Maar we weten niet wanneer dat ze geboren is. Ik knuffel veel met haar, maar vroeger als ik klein was, reed ik soms op haar. Maar nu lukt dat niet meer omdat iets met haar pootjes aan de hand is. Dus ik zou wel nog een keer op haar willen rijden, maar dat gaat helaas niet meer.